Welkom. In 1958 hebben Meselson en Staal een bijzonder charmant experiment gedaan, waarin zij hebben kunnen aantonen dat DNA semi-conservatief overerft. Ze hadden drie hypotheses waarin het DNA na replicatie op drie verschillende manieren zou kunnen gerepliceerd worden. De ene was dat stukjes intact zouden blijven en dat de andere stukjes zouden nagemaakt worden, waarin blauw het nieuwe DNA is. De andere, een semi-conservatieve manier, waarin de zwarte streng, onze oude streng, uiteen zou gaan en als mal zou dienen voor de nieuwe streng. En de tweede is waarin beide dubbele DNA-strengen, dus de twee strengen bij elkaar, als mal zouden dienen voor een compleet nieuw DNA-streng, hier aangegeven met de blauwe streng. Dit was in de jaren 50 was DNA het topic om onderzoek naar te doen. 5 jaar daarvoor hadden Crick en Watson hadden net uitgevonden hoe DNA eruit ziet. Dus dit was de volgende grote vraag. Hoe zit dat nou met het DNA en hoe repliceert het zich in de cel? Ze hebben een heel mooi experiment opgezet. Ze hebben E. coli, Escherichia coli, een bacterie die ook in onze darmen leeft. Die hebben ze 14 generaties opgegroeid in een medium met een stabiele isotoop van het normale stikstof, stikstof 15. En dat is een stabiele isotoop, dus dat is iets zwaarder, er zit een neutron meer in de kern en daar gebeurt voor de rest niks mee. Is dus niet radioactief. Dus al het stikstof wat in het medium zich bevond, dat was stikstof 15. Dus die bacteriën die waren helemaal verzadigd met stikstof 15. Toen zijn ze die bacterie gaan volgen voor een aantal generaties lang. En wat ze gedaan hebben, ze hebben geplot, hoeveel 14 en 15 en stikstof er te zien was. Want na TS0 hebben ze al het stikstof 15 medium eruit gehaald en ververst met normaal stikstof 14 medium. En wat zien we? In de nulde generatie, dus bij TS0, is al het stikstof wat in het DNA zit van die bacterie, dat is stikstof 15. Na één generatie, wat bij E. coli maar 20 minuten duurt, zien we dat de hoeveelheid stikstof 15 en 14, dat een soort van mengvorm is opgetreden en dat 100% van het DNA, dus 100% van het stikstof wat ze terugvinden, is die mengvorm. Dus dat zit tussen 14 en 15 in. En dat is natuurlijk al typisch. De volgende generatie hebben ze een 50-50 verdeling gevonden, 50-50%. Van het stikstof was als N15 te zien en 50 was als N14 te zien. En dat is dus al na 40 minuten. En hier ging toch al een lampje branden bij die twee hoge heren. Nou, je ziet hier dat de ratio steeds gunstiger uitvalt voor N14. En dat is natuurlijk te verklaren met de semi-conservatieve manier van overerven. De ene zwarte streng in dit geval, het oude DNA-streng dient als mal voor de nieuwe streng. Zo krijg je dus een nieuwe keten, die bestaat uit een oude helft en een nieuwe helft. En dat zien ze hier als die mengvorm. En de hoeveelheid van die mengvorm, die wordt natuurlijk steeds kleiner en kleiner en kleiner. Want je krijgt steeds meer van wat ik dan hier in het blauw getekend heb. Blauwe DNA-strengen, waarvan de ene blauwe en de andere dan het stikstof 14 tegenover het stikstof 14 bepaald. Zeer charmant hebben ze dat weergegeven met weinig kunst en vliegwerk, om het zo te zeggen. En iedereen was zeer overtuigd, en dat zijn we nog steeds, dat DNA overerft op een semi-conservatieve manier. Dus deze twee, die kunnen we nou weghalen. Dat zijn het niet gebleken. Het is de middelste optie, is gebleken. En daar zijn we, Meselson en Staal, zijn we daar toch wel wat voor verschuldigd. Dit was de semi-conservatieve manier van overerving van het DNA. En kijk eens op de Wikipedia-pagina. Daar staat het helemaal nog een keer uitgelegd. Of druk op replay. Succes!